Het voormalige Huis van Bewaring, de Blokhuispoort in Leeuwarden, wordt zo langzamerhand een broeinest van allerlei creatieve geesten. Regelmatig zijn er voorstellingen en het gebouw wordt bevolkt door schilders, zilver- en goudsmeden en beeldhouwers. In twee oude ruimten voor arbeidstherapie is de Frisian Restorers Group gevestigd. Dit bedrijf is opgericht door antiquair Frits Muller uit Burgum. Het voert restauraties uit van boeken en kaarten van kieskeurige opdrachtgevers over de hele wereld. Je hebt zelf een antiquariaat in Burgum, daar is het allemaal begonnen. Ja, daar is het begonnen en ik heb een grote schuur achter, die is mooi verbouwd. En daar heeft het team de eerste 10 jaar ook gewerkt. Eerst was er 1, toen 2, toen 3. Er is steeds iemand bijgekomen. Het zijn allemaal mensen hier uit de buurt. En ik ben daar nogal trots op, omdat het werk wat ze nu doen zo goed is dat er wereldwijd vraag naar is. En het allemaal vanuit de Blokhuispoort, de oude gevangenis in Leeuwarden. Ja, dit is een ongelooflijk prachtig pand. Bij mij groeiden ze eruit, zou ik maar zeggen. En we hebben hier 200 vierkante meter, een schitterende ruimte die de mensen zelf hebben opgeknapt, ingericht, zoals je nu om je heen kan zien. En ik hoop dat ze jullie het werk ook willen laten zien. Wat heb je nu gedaan? Dit heb ik gewassen. Dat heb ik gisteren in de wasstraat geweest. En dan heb ik een stukje vloer opgeplakt waar verstevering nodig was. Ik heb het in solvitose gezet. Een soort verstevering is dat. En dan gaat het tussen de vlieseline. En dan moet het een nachtje of soms 2 nachtjes drogen. Gaat het in de pers. Omdat de papier als het natuurlijk nat is, dan wordt het heel kreukelig. En nu komt het er mooi vlak weer uit. En dan vouw ik het weer. En dan kan het naar de boekbinster. Was dit een oud boek? Dit is een behoorlijk oud boek, ja. En zwaar gehavend? Behoorlijk zwaar gehavend, ja. Sommige stukken, dit gedeelte dan te vallen niet, maar er zitten stukken, zijn echt hele... Eerste bladzijde, dan missen echt hele hoeken uit. Dus dat is wat een zware restauratieklus. En wat voor boek is het? Waar gaat het over? Dit is de Shakespeare, is dit. Nou, ik ben hier bezig een boek uit te halen. Het is een boek van Roem Sechtjen 100. En die hel ik uitnam. Deze giet aasten in Baden om het boek te ontzuren. En dat doet mijn collega dan. En nou, aasten dan, als dat weer omkomt, dan wordt het mooi vlakt. En dan bin ik het weer in met de hand dus. Zie, ik heb een mooi voorbeeld bijvoorbeeld. Zie, dit is een vrij nieuwe baan wat er omheen zet. Zetten is toch een oorboekbinder, maar dat past eigenlijk net uit de tijd van dat boek. Past er eigenlijk net bij. Dus dit boek is eigenlijk sterk verzuurd. Moet je maar eens zien, het is hartstikke bruin. Het ziet er net mooi uit. Tja, en dan heb ik hier een voorbeeld van dat er weer restaureerd is. Mij een oude baan er weer omheen. Dus dat ziet er mij en ik heel anders uit. En tja, je kan je misschien aan het begin, je ziet aan de bladzijden dat het weer een mooi gehul worden is. Mooi skin weer. En dan kennen dus weer hier en mij. De factor tijd is heel belangrijk. Ja, mooi dat je dat zegt. Het is het inderdaad. Het is monnikenwerk. Een maand werken aan een kaart gebeurt regelmatig. 3 maanden of 6 maanden zelfs aan een boek. Ook dat. Dus het zijn hele hoogwaardige, specifieke werken die we doen. Die erg moeilijk zijn, die heel veel tijd vragen. Ook artistische tijd als je wil. En mensen verbazen zich daarover. En het wordt natuurlijk ook duur. Men heeft dat geld er dus voor over, voor zo'n uitgebreide restauratie. Ja, ik heb tot een jaar geleden alleen voor mezelf gewerkt. Dus mijn eigen voorraad die ik inkocht werd door de mensen gerestaureerd en verbeterd. En die verkocht ik dan weer. Maar sinds anderhalf jaar zoek ik klanten en ik heb een paar echt topverzamelaars uit Amerika die het allermooiste en de moeilijkste dingen naar ons toesturen. Ik kreeg een kaart aangeleverd waar een aantal dingen van ontbreken. Bijvoorbeeld hier zijn stukken van de randen zijn weg. Wat ik moet doen altijd is gewoon zorgen dat ik documentatie heb van hoe het er ooit uitgezien heeft. Nou, dat heb ik dus naar dit geval van de andere kant gewoon afgehaald. Want die ornamenten zijn meestal redelijk gelijkluidend. Ik maak een kopie ervan en die kopie leg ik eerst op een lichtbak. En dan ga ik dat vervolgens in grote lijnen overtrekken. En ik weet het altijd zo, ik heb mijn vrij slechte ogen, ik heb 2 keer mijn 10. Dus ik kan op deze manier kan ik goed zien.
Dat is het grote voordeel van mijn werk. Dat ik, dus, ik moet heel dicht erop zitten. Ik moet vaak heel kleine details maken, ook teksten en zo. Maar ik kan dus net op deze manier werken. Ik werk dus op deze manier altijd zo. Patrice, je bent een stamboom aan het inkleuren. Ja, dat klopt. Een hele oude. En, hoe kom je aan de originele kleuren? Er zijn voorbeelden. Frits die heeft een heleboel oud gekleurde dingen. Printen, kaarten. En dan weet je ongeveer wat voor groene, wat voor rode. Juist geen rode, wat voor gele. Hoe weten de mensen jou en jullie te vinden? Dat komt omdat ik beurzen doe. Als antiquaar reis ik de wereld over. Ik doe beurzen in New York bijvoorbeeld, in San Francisco, in Miami, in Madrid, in Londen, in Hongkong. En die verzamelaars komen daar. Daar praat je mee, die leer je kennen. En zo zijn die contacten gegroeid.